Beste luisteraars van Radio Maria, bij onze radio hebben we regelmatig contact met mensen. We bellen op of we worden opgebeld. En er zijn eigenlijk ontzettend veel interessante mensen. Mensen met een boodschap, mensen met een ervaring, mensen met een beleving. En dat vinden we mooi bij Radio Maria om daar u deel van te maken, van te horen, geïnspireerd te worden. En ook omgekeerd, zeker ook voor te bidden. Ik zit hier aan tafel met Romy Sloot. Hele mooie naam. Waar komt de naam Romy vandaan? Betekent dat wat voor je? Romy is eigenlijk mijn roepnaam. Mijn doopnamen zijn Regina, Veronica, Maria. Nou ja, de moeder van mijn vader. Dat zijn hele mooie namen. Veronica. Ken je die naam? Waar die voorkomt? Ergens in de Bijbel. Ik moet zeggen dat ik niet specifiek weet waar. De Bijbel weet ik niet, maar in het algemeen wel. In de Bijbel staat dat we allemaal beeld van God moeten worden. Dat is de vera icon, een ware beeldenis. En we komen dat tegen in de kruisweg. Dat is een vrouw, Veronica, die het gezicht van Jezus afdroogt. Dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld. Want in dat beeld zit eigenlijk jouw heel nabije toekomst, waar we dadelijk over gaan praten. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja, mooi. Nou, je wordt met Romy aangesproken. En ja, voor ons Rooms-katholieken klinkt dat ook heel vertrouwd. Ja, zeker, absoluut. Waar ben je geboren en waar heb je je jeugd gehad en beleefd? Nou, ik ben geboren in een heel klein dorpje in Friesland, vlakbij de grens met Overijssel. Het dorpje heette Blessen. Er wonen 900 mensen ongeveer. Dus er is niet heel veel te beleven. En ik heb daar gewoond tot mijn 19e. Dus ik ben daar naar de katholieke basisschool geweest, een dorpje verderop. En de middelbare school in een ander dorpje. En na mijn middelbare schooltijd ben ik naar Utrecht verhuisd en ben ik daar gaan studeren. En mijn studie heb ik vorig jaar afgerond en nu werk ik in Amsterdam. Om maar even nog de eerste stap te nemen, want ik vind van hieruit van Utrecht vind ik heel mooi Friesland. We hebben dat laatst nog een zwemmer gezien. Het is een heel wijds platteland, de meren. Maar we weten ook dat het momenteel nogal protestants is. Heel veel dorpjes, heel veel kerkjes. Maar was het een echte katholieke gemeenschap? Want je hebt zo van die enclaves. Was jullie dorpje ook zo'n beetje een katholiek dorpje? Nee, het dorp waar mijn ouders wonen, nog steeds wonen, zeker niet. Dat is vrij openbaar. Er staat ook een openbare basisschool. En er zijn in de omgeving best wel een aantal katholieke kerken die inmiddels samen één parochie zijn. Zoals je vaker ziet natuurlijk. En de katholieke basisschool waar ik naartoe ging, hoorde dus bij de kerk waar ik ook naartoe ging. En toen ik daar naar school ging, zou ik zeggen dat de meeste kinderen en de meeste families zich wel katholiek zouden noemen. Of dat nu nog steeds het geval is, volgens mij niet. Maar je hebt, je kijkt wel terug op een jeugd op die katholieke school en de katholieke kerk die je toch wel een inspiratie hebben gegeven van het geloof. Ja, gedeeltelijk. Ik zou wel zeggen dat de inspiratie op geloofsgebied voornamelijk vanuit mijn gezin, mijn ouders en heel erg ook mijn oma, de moeder van mijn moeder, is gekomen. Maar ja, zonder gemeenschap kom je natuurlijk ook nergens eigenlijk. Dus in combinatie met de kerk is dat zeker zo geweest, ja. Ik ben het vaak tegengekomen en ik denk dat die structuur heel veel voorkomt. Toch allereerst je eigen nauwe omgeving en dan een grotere context die je daarbij nodig hebt. Je noemde net een oma en in mijn priesterpraktijk ben ik toch al heel vaak met name oma's tegengekomen die een hele, eigenlijk de beste geloofsoverdracht deden met warmte, met gevoel. Was dat bij die oma ook zo? Ja, absoluut, absoluut. Het was geloof had zij ook zeer sterk. Ze had een echt sterk geloof. Maar het was niet alleen het geloof zelf, maar ook de gesprekken die je erover inderdaad kon voeren. Die veel meer boden dan soms de activiteiten die wel of niet bij de kerk waren. Ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie omschrijving is wat het geloof eigenlijk zou moeten zijn. Dat is niet alleen in de kerk zijn en over de dingen van de kerk praten, maar van daaruit eigenlijk de wijsheid en het kijken naar het leven, de vreugde, eigenlijk vanuit dat diepe gevoel, maar dan naar de wereld toe. Ja, precies. Ja, echt die inhoud. Was dat op de middelbare school ook nog zo?
Bedoel je de gesprekken met mijn oma of bedoel je... Nou, ook de invloed van de school zelf qua godsdienst. Oh, nee. De middelbare school waar ik naartoe ging was meer openbaar, zou ik zeggen. Daar werd wel een beetje aandacht aan levensbeschouwing geboden, maar niet specifiek het christelijk geloof of iets. Je bent naar Utrecht gekomen om te studeren. Was Utrecht een speciale keuze of was de studierichting? Wat heb je gestudeerd eigenlijk? De bachelor die ik heb gedaan heet Algemene Sociale Wetenschappen. En die kun je alleen in Utrecht of Amsterdam doen. En vanuit Friesland vond ik Utrecht, sprak me dan toch meer aan. Is ook iets sneller met reizen. En na mijn bachelor heb ik de master gedaan. Die heet Arbeid, Zorg en Participatie. Ook in Utrecht, ja. Het eerste Algemene Sociale Wetenschap, was dat een specifieke keuze? Of was dat, daar kun je altijd terecht. Een specifieke keuze? Specifiek is zodanig dat er andere studies waren die mij niet lagen of niet aanspraken. En het sociale aspect, mijn studie combineerde verschillende disciplines. Waarbij je dus niet alleen naar één individu keek, maar ook naar de groep en naar de cultuur daaromheen. En dat sprak me wel echt heel erg aan, ja. Wat je daar gestudeerd hebt en zeker dan de specificatie. Ja, wij noemen dat vroeger doctoraal en hier is het dan hoe noem je dat ook weer? De master. Oh, de master natuurlijk, ja. Ik hoorde de zorg. Heeft die studie veel te maken met je keuze en met wat je gaat doen? Nee, ik zou eigenlijk zeggen van niet. Niet zozeer. Dan zijn we heel erg benieuwd van wat is er gebeurd. Je hebt dus de studie voltooid. En je hebt een leuke tijd gehad in Utrecht. Zeker. Wat vond je eigenlijk het leukste in Utrecht? Het leukste in Utrecht vond ik ergens dat ik hier op geloofsgebied... dat er veel meer te bieden was. En dat ik veel meer op onderzoek uit kon gaan en verdieping kon zoeken dan ik in Friesland gewend was. En dat ik daarin ook met veel meer mensen erover kon praten. Omdat ik me redelijk in een christelijke omgeving bevind nu. Niet alleen katholiek, ook protestants door de studentenvereniging waar ik lid ben geweest. En mijn tijd in Utrecht is echt een tijd geweest van ontdekking op allerlei vlakken. En de flexibiliteit die je als student ook hebt, omdat collegeuren vrij weinig zijn op de universiteit, zorgde er echt voor dat je kunt gaan ontdekken. En je hebt natuurlijk ontdekkingen gedaan ten aanzien van je leven, van je relatie, je vriendschappen, maar ook vooral, zoals ik het hoor, in je levensoriëntatie, ook qua geloof. Wat zijn misschien daar de meest diepe ontdekken? Want ik vind het heel leuk te horen dat je zegt, ja, niet alleen katholiek, maar ook protestant. En dan, dat doe ik dus eigenlijk ook hier in Utrecht. En wat ik zelf ontdekt heb, is, het gaat niet zozeer om welke kerk, maar als je in Jezus gelooft, wat ons door de kerk, welke kerk ook, en door de Bijbel tot ons komt, ja, dat je een relatie met God kunt opbouwen. Is dat bij jou ook dan zo geweest, in die studentenvereniging bijvoorbeeld? Ja, het grappige is wel dat het is een vrij grote vereniging, ongeveer 550 leden. En toen ik daar lid werd, was ik niet op de hoogte van het feit dat ik een van de, misschien 10 katholieke studenten was die lid werd. Dus het dispuut waarin ik terecht kwam, zorgde er eigenlijk voor dat in dat dispuut ik de enige persoon was die een katholieke overtuiging was. En ik soort van ineens ook de vertegenwoordiging van de katholieke kerk werd. En waar ik voordat ik lid werd het idee had dat protestantisme en katholicisme weinig verschillen hadden, wat in veel dingen natuurlijk ook nog steeds zo is, kwam ik er toen eigenlijk pas achter dat er ook dingen zijn waar je wel in verschilt. En omdat zij mij daar uitdaagden om te verwoorden hoe de katholieke kerk sommige dingen ervaart of ziet, dat zorgde voor de diepgang in mijn geloof, omdat ik daar zelf soms ook achteraan moest gaan te kijken, oh, wat is dat eigenlijk? Want dat weet ik zelf nog helemaal niet. Nou ja, dat is wat ik vaak hoor ten aanzien van, zeg maar, Friesland, dat katholieken daar uitgedaagd worden door de protestanten. Ja, wat geloven jullie nu eigenlijk? En dat vaak katholieken in zo'n omgeving bewuster zijn, bewuster in het geloven en in het leven staan als, cultuurkatholieken zoals een Brabant of een Twente. Het is nou eenmaal zo en ja, je hoeft niet verder na te denken. Dus dat heb je hier eigenlijk juist in Utrecht ervaren. Mm-hmm. Kun je misschien iets zeggen, want ik ben er heel erg in geïnteresseerd. Wat vond je dan eigenlijk het meest overeenkomende? Je zegt, oh ja, kijk, de kern.
Maar zijn er ook wel een paar typische verschillen? Even denken hoor. Nou ja, qua verschillen is het natuurlijk... is het soms moeilijk om aan protestantse mensen... de meerwaarde van Maria duidelijk te maken. Dat is een verschil wat waarschijnlijk veel mensen wel weten. Maar ook op het gebied van theologie van het lichaam, anticonceptie, ja of nee. Daar zitten natuurlijk verschillen in de opvattingen van de katholieke en protestantse kerk. En het is heel erg interessant om daar... Met personen van verschillende stromingen. Want in het protestantse geloof heb je natuurlijk ook nog weer verschillende varianten. Om daar dan over te sparren en om op zoektocht te gaan naar wat de waarheid dan is. Ja, heel interessant. Dat zijn verschillen. Hangt ook weer van de mensen af. En leuk dat je dat noemt. Want daar zijn wij bij Radio Maria uiteraard ook mee bezig. En de laatste tijd... De protestanten hebben heel kort geleden de Raad van Kerk een bezinningsboekje over Maria uitgegeven. En er is van alles bezig. Mensen gaan zich daar ook over bezinnen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist de verschillende kerken met elkaar confronteren. En door die verschillende meningen toch dieper doordenken. En een goede boodschap aan de wereld kunnen brengen. De laatste vraag van deze sessie, om een overstap te gaan maken. Wat heeft van al datgene wat we zo verteld en gehoord hebben, thuis, de scholen, Studie Utrecht, studentenvereniging, wat heeft het meest bijgedragen tot de bijzondere keuze die je gemaakt hebt? Het meest bijgedragen? Ja, ik denk die zoektocht in het geloof die ik in Utrecht heb kunnen beginnen. En die verdieping die ik daar heb kunnen vinden. In combinatie met ook wel de tijd van mijn leven waarin ik mij bevind. Mijn studie net afgerond. Oké, wat ga ik doen? Wat is mijn roeping? Ik was in januari in Panama bij de Wereldjongerendagen. Ik raakte daar uiteraard geïnspireerd door onze paus. En toen begon het weer opnieuw te leven van waar is mijn geluk? Waar word ik gelukkig van? Waar vind ik God? En ik denk dat samen het balletje heeft laten rollen. Ja, en dat balletje dat rolt. En je hebt een keuze gemaakt en een beslissing. En je leven heeft toch een wending genomen. Dat hebben we eigenlijk nog steeds niet verteld aan u, beste luisteraars van Radio Maria. Want we houden u een beetje in de spanning. En we gaan u nu wat muziek draaien. En als u goed naar die muziek luistert, dan kunt u alles bedenken. Nou, dat gaat misschien die kant op. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. La brisa que peina los rizos de tus cafetales. La lluvia bautiza un helecho que baila folclor. Y dentro de tu corazón, Carlos, vives iguales. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre. Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. ¡Oh, oye! Yo te invito a bailar mi canción. En Colombia la gente te da lo mejor. Bendecido de Dios. ¡Viva Colombia! ¡Bella Colombia! ¡Viva!
serás bendecido de Dios. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Las estrellas anuncian que ha llegado el verano, otoño, invierno y la primavera. Tus hijos son la cosecha, el fruto de tu estación. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. ¡Viva Colombia! Beste luisteraars, Radio Maria, we gaan door met Romy Sloot. Ze heeft verteld van haar jeugd, Friesland, de scholen, als katholiek, te midden van protestanten. Haar studie in Utrecht en ja, de confrontatie, de goede positieve confrontatie met de protestantse studenten in de studentenvereniging. Haar studie zelf, algemene sociale wetenschappen en toen naar de zorg toe. Beste Romy, vanuit al die invloeden en jouw zoeken, ik hoor interessant ook van een Panama-reis, Wereldjongerendagen. Ik heb er zelf 5 meegemaakt in de loop der jaren. Die waren eigenlijk allemaal in Europa. Maar de sfeer is grandioos en dat zet jongeren in beweging. Jij bent ook in beweging gekomen. En nou, we gaan dadelijk wel praten over waartoe en wat precies. Maar nu allereerst, ja, wat is er nou met je gebeurd? En waar is er wat met jou gebeurd dat je toch zegt, ja, ik heb studie en ik heb wel werk. Ja, heel veel jongeren zouden blij mee zijn. En zeggen, nou, we kunnen een mooi leven op gaan bouwen hier. Maar het is bij jou toch anders gelopen. Waar... En hoe is er een wending gekomen? Nou, er zijn over de afgelopen jaren enkele, ik zou zeggen, reizen, evenementen geweest van het katholieke geloof waar ik bij ben geweest. Bijvoorbeeld een reis naar Lourdes met jongeren. Afgelopen zomer een reis naar Israël en Panama, zoals ik net zei. En dan word je steeds weer getriggerd om erachter te komen. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Of wat is Gods bedoeling met mij en met mijn leven? En ik vind eigenlijk ook dat ieder mens aan zich een soort van zou moeten kijken naar wat die bedoeling eigenlijk is. Dus ik denk dat soms er te weinig wordt nagedacht over welke kant je met je leven opgaat, maar gewoon maar met de meute meegaat. Nou, ik denk dat als christen in Nederland, als katholiek in Nederland, met de meute meegaan eigenlijk al niet echt samen kan vallen. Want ik denk dat je per definitie tegen de stroom ingaat. En ik denk dat je je dan daarbij moet afvragen, oké, wat is het, welke kant wil ik op? En wat is op dit moment datgene wat God mij vraagt om te doen? Ik vind een bijzondere uitdrukking die je gebruikt, hebben al een paar keer trouwens. Wat wil God van mij? Ja, als ik zo de meeste mensen hoor en nou ja, de legioenen, wij zitten hier ook in deze wijk hier, vol met basisscholen. En dan, nou, naar welke school kun jij, naar welke school wil jij? En dan krijg je middelbare school. Ja, wat wil ik in mijn leven allemaal? Dat is allemaal een beetje de ik-vraag. Maar jij stelt de vraag erbij, maar wat wil God van mij? Is dat echt heel bewust? Ja, want ik merk dat op het moment dat ik God meer in mijn leven betrek en het idee heb dat God en ik meer, ja, hoe zeg je dat, verenigd zijn met elkaar, dat ik daar meer geluk vind. Ik krijg daar een warm gevoel van. Het maakt me goed voor de mensen om me heen, goed voor mezelf. Ik haal daar heel veel voldoening uit om in mijn geloof of met mijn geloof bezig te zijn. Dus ik denk dat zodra ik de vraag stel, wat verlangt God van mij? Wat is Gods plan met mij? Dat ook is waar ik mijn geluk kan vinden. En ja, hoe kom je daar dan achter? Ik denk dat gevoel geeft je dan het idee van dit is het, ja of nee. Wat je zo vertelt, ik kan het heel goed begrijpen. Het interessante is, het gebeurt in jouw leven dat je zegt, ja, ik kan me, wat wil ik zelf? Nee, maar wat wil God van mij? Als ik dat theologisch zou uitspreken, dan is het, ja, leef je nou voor jezelf of leef je voor een ander? En vanuit, ja, de theologie of de spiritualiteit van het christelijk geloof is, nee, als je je leven geeft, dan lijkt het alsof je het weggeeft, maar dan pas vind je eigenlijk echt geluk. En als je zegt, nee, ik wil gelukkig worden, waar vind ik het meeste geluk voor mijzelf? Dan word je eigenlijk minder gelukkig.
Is dat zo voor jou? Ja, dat is zeker bij mij. Dat is wel ik het ervaar. Ik heb in de afgelopen jaren ook vrij veel vrijwilligerswerk gedaan tijdens mijn studie. Het mooie aan Utrecht is dat je daar op 1000 manieren invulling aan kan geven natuurlijk. Noem het eens een paar. Ik heb bij het Nationaal Ouderenfonds ben ik bezoekvrijwilliger geweest bij een oudere meneer. Zo'n 1,5-2 jaar. Daar gingen we wekelijks een dagdeel fietsen of ik hielp hem met zijn computer. Was ook heel erg leuk. En daarna, toen deze meneer helaas overleed, heb ik een tijdje, een jaar ongeveer, bij een oudere mevrouw een soortgelijk iets gedaan. En ik ben vrijwilliger bij de dak- en thuisloze opvang. Die zat voorheen vlakbij de Katharina-kathedraal. Mm-hmm. Is kort geleden verhuisd. En ik doe een project bij het Rode Kruis met jongeren en talentontwikkeling. En ik merk dat mij heel veel voldoening geeft. Zowel omdat ik er heel veel in kan stoppen, maar dat je er onbewust ook heel veel uithaalt. Dat is niet zozeer de reden waarom je ermee begint natuurlijk, want je weet vaak niet eens wat het je op kan leveren. Maar vooral inderdaad ook weer die gesprekken met oudere mensen die zoveel meer levenservaring hebben uiteindelijk. Die kunnen je op een andere manier heel veel geven. Je bevestigt eigenlijk wat in het evangelie staat. Het staat er zodanig niet letterlijk, maar het is een vertaling zoals ik dat graag zeg. Maar Jezus doet dat. Jezus draait altijd de zaak om. Als je rijk wil worden, ja, er is één weg, arm worden. Wil je groot worden, één weg, klein maken. Dus dit is ook de weg van het geluk. Is niet het geluk voor jezelf zoeken, het geluk voor een ander zoeken. En dan vind je zelf het meeste geluk. Dat ervaar je dus. Ja. Je beschrijft dus een aantal plekken, dus in dit vrijwilligerswerk, het omgaan met mensen, maar ook in die religieuze ontmoetingen, Lourdes, nou, daar kunnen we ook nog over praten, en de andere wereldjongere dagen. Maar is er niet een bepaalde plek wat jou het meest bewogen heeft? Ik lees tenminste hier in een nieuwsbrief van een organisatie, ik noem de naam nog niet, waar een bepaalde plaats staat. Banneu. Ja, ik soort van. Ik zou zeggen dat meer een plek is waar ik op de hoogte werd gesteld van een bepaalde mogelijkheid die ik zou kunnen nemen. Dat was dus als het ware een soort concrete invulling. Ja, precies. Ja. Maar de omslag naar, ik wil eigenlijk niet zomaar een werk zoeken hier in Nederland. Ik wil eigenlijk op pad, ik wil eruit. Dat is elders gekomen. Ja, ik denk dat ook eigenlijk een geleidelijk proces is geweest. Want dat wat ik ga doen, dat is iets wat nou echt sinds het begin van de middelbare school eens in de zoveel tijd weer in mijn achterhoofd verscheen. Maar het moet dan weer net op dat moment in je leven komen, op het moment dat je ook daar ja op kan antwoorden. En dat kan natuurlijk niet altijd. En wat was dat dan, wat er zo in de middelbare school op een droommoment binnenkwam? Nou, toenertijd was het echt, ik vertrek naar Afrika, ik ga daar in een hutje wonen en ik ga de mensen helpen. Hele leuke gedachte, dat kan, maar dan verdwijnt die gedachte weer. Ja, en dan zo nu en dan komt weer zo'n gedachte terug. En ja, wat ik zeg, je bent op een middelbare school of je bent aan het studeren. Je kunt niet van de hak op de tak beslissen, ik verdwijn, tabé, ik heb het hier gezien. Maar er was dus wel een plek waar dan ineens een concrete mogelijkheid zich aandiende. Zegt, nou kan ik een concrete stap zetten. Ja, ik zou zeggen dat in het achterhoofd houdende mijn ervaring in Banneu met een mogelijkheid waarvan ik toen op de hoogte werd gesteld. En ik zou zeggen misschien wel in Panama inderdaad, dat weer opnieuw die gedachte in mijn achterhoofd kwam. Dat soort van 1 en 1, 2 was. Plus dat ik mijn studie heb afgerond. Mijn eerste baan heb nu momenteel. En dan toch ga bedenken, misschien is dit dan het moment om het te doen. En wat was dan de concrete conclusie? De conclusie was dat ik een mailtje heb gestuurd, contact heb opgenomen met Fidesco. Hoe kwam je bij Fidesco? Want volgens mij zijn er wel meerdere instanties die bemiddelen. Ja, maar voor mij is datgene wat ik ga doen in combinatie met mijn geloof ontzettend belangrijk om het op die manier in te vullen.
En ja, dat, ja, op, wat dat betreft zijn er niet zoveel organisaties natuurlijk. Dit is dus een organisatie waar het geloof centraal staat, of in ieder geval gecombineerd gaat met het werk en het project. En dat heet Fidesco. Zegt de naam je nog iets? Ja, ik geloof dat het eerste gedeelte Fides geloof weerspiegelt, vertegenwoordigt. En corporatie, soort van samenwerking, cooperation. Ik denk, van dat co, dat vermoed ik ook dat die kant op gaat. Maar Fides, dat is zeker geloof. En ik weet de achterliggende beweging. Georganiseerde beweging, Emmanuel, die eigenlijk het geloof, het Bijbelse geloof, het katholieke geloof wil toepassen in het leven. Niet voor jezelf, maar voor anderen. En dichtbij, maar vooral ook ver weg in de wereld. Dus je bent bij Fidesco gekomen om met een hele uitdrukkelijke motivatie ook, dat het, je gaat niet zomaar ergens een heel mooi werk te doen, maar je gaat een werk doen ook eigenlijk uit liefde voor God. Ja, ja, dat was wel een belangrijk onderdeel voor mij, dat dat er ook in zat. Panama is een grandioze ervaring. In Zuid-Amerika heeft Panama dan ook jou aangezet van, ja, maar dan wil ik ook naar Zuid-Amerika. Ah, ik moet eerlijk zeggen dat ik stiekem wel heel graag naar Zuid-Amerika wilde. Maar het is niet dat ik daar zelf echt invloed op kon uitoefenen. Dus ik ben er super blij mee dat het nu wel, ja, dat ik wel het geluk heb dat de plek is waar ik naartoe mag gaan. Nou, beste luisteraars van Radio Maria, we zijn al een heel stuk verder in de levensloop van Romy. Waar ze nu duidelijk echt naartoe gaat, dat horen we dadelijk. We gaan eerst weer luisteren naar prachtige muziek die uit die streken naar ons toe komt. En ik zou er bijna bij zeggen, ga daar maar lekker bij dansen. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso amor, lo digo para mí, para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti. Ma, petit, chan, chan, oui, oui. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Beste luisteraars, Radio Maria, we zijn met Romy al heel aardig op weg. Haar jeugd, haar school, studie in Utrecht, contact met studentenvereniging, ontwikkeling bij de studie, naar de mensen toe. En dan ook de levensvraag, wat wil God van mij? De mooie katholieke ervaringen in Lourdes, Banneuil en Panama. Contact met Fidesco, een deel van de gemeenschap Emmanuel die zich wil inzetten voor allerlei projecten in de wereld. En we zijn natuurlijk nu heel erg benieuwd, waar gaat Romy naartoe?
Ik ga naar Bogota, de hoofdstad van Colombia. Dat is volgens mij een hele grote stad. Ja, ik geloof dat er zo'n 10 miljoen mensen wonen. Je gaat niet de problemen van alle 10 miljoen mensen oplossen, maar je komt in een zeer specifiek project. Nou, vertel er maar eens wat van. Ja, ik ga projectmanagement taken doen in een buurtcentrum, in een buurthuis. En dat bevindt zich in een buitenwijk van de stad. En die buitenwijk is volgens mij ontstaan door vluchtelingen van de Colombiaanse burgeroorlog. En het is nog niet heel lang zo dat voorzieningen zoals elektriciteit en water daar zijn. Maar inmiddels is dat wel geregeld. Alleen, ja, de buitenwijk zelf is natuurlijk nog wel vrij arm. En dat buurthuis is erop gericht om de wijk te verbeteren. Zowel op het gebied van woningen, huisvesting, maar ook onderwijs en milieu en allerlei dat soort projecten. Je bent er nog niet geweest natuurlijk. Nee, ik ben er nog niet geweest. Dus je hebt alles zo van studeren en lezen. En wat je in beeld hebt gezien, is dat dan wat ik zo in beeld heb van, of het nou Bogota is of Rio de Janeiro, die favela's, die arme wijk. Is dat echt zo'n hele arme wijk? Ja, kijk, wat u zegt, ik ben er nog niet geweest. Maar ik heb wel het vermoeden dat het een vrij arme wijk is, ja. Ja, mensen die op vlucht zijn, die hebben, als ze al wat hadden, dan hebben ze dat achter moeten laten. En dan zijn ze dus nou in de stad. En dan hangen ze er een beetje aan, want ze zijn dan niet echt direct nuttig. Ze kennen niet zoveel, hebben weinig opleiding gehad. Dus die hangen er echt een beetje aan. En wat gebeurt precies in het project en wat ga jij daar doen? Nou, ik ga een Franse Fidesco-vrijwilliger overnemen die er de afgelopen 2 jaar heeft gewerkt. En zijn taken, ja, die waren dus zowel gericht op het begeleiden van enkele projecten, maar ook bijvoorbeeld financieel of fondsenwerving, vertegenwoordiging van het buurtcentrum. Ik ga binnenkort met hem bellen overigens, zodat ik toch iets beter geïnformeerd dan alleen dit in Colombia beland. Helaas zal hij daar vertrekken voordat ik er ben aangekomen. En op die manier zal ik dan zo goed mogelijk voorbereid op dat project daar aan de slag kunnen gaan. Ja. Dat is nog wel heel spannend, want heb je misschien al een beetje extra in verdiept, of je hebt het zeker afgelopen jaar al meegemaakt op afstand, zoals wij dat lezen. Dan, ja, er is een verschrikkelijke burgeroorlog geweest die ergens met een reden begint, maar ja, helemaal verzand in gewoon burgeroorlog, twee grote partijen. Heb je daar al een beetje in verdiept? Nou, ik ben momenteel druk bezig met het lezen van boeken over het land. Ik ben nog niet in die fase van de geschiedenis. Ik ben momenteel nog bij de Nieuwe Wereld en de Spaanse verhuizing naar Zuid-Amerika. Maar ongetwijfeld zal ik daar meer over weten voor ik vertrek. Ja. Het is daar dus heel erg Spaans. ¿Hablas ya español? Un poco. Un poco, ja. Ja, dat zal toch moeten, maar dat ben je ook een beetje mee bezig, Spaans leren nu? Ja, dat is eigenlijk wel, zeg maar, als alle papieren, organisatiedingen rond zijn, wel zo'n beetje prioriteit nummer 1. Want het is niet een land waar veel mensen goed Engels spreken. En het is aan mij om aan te passen natuurlijk. Dus ik hoop zo snel mogelijk zoveel mogelijk te weten. Ja, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Mijn eigen ervaring was, nou goed, ik had niet zo'n voorbereiding. Ik moest de taal ter plekke leren in Nieuw-Guinea. Maar wat voor mij zo duidelijk, en ook mensen die naar Nederland komen. Het eerste, ik zei, leer de taal. Want met de taal kom je bij de mensen, bij de cultuur, daar voel je je thuis. En dat was mijn ervaring ook. Ik voelde me ook vanwege die taal die ik daar sprak, daar voelde me zo thuis. En dat wens ik je zeker toe. Dankjewel. Ga je er nog andere specifieke cursussen voor volgen? Of heb je dat eigenlijk in je Utrechtse studie al een basis voor gehad? Voor de taken die ik heb. Ik werk nu zelf bij de gemeente Amsterdam als projectmedewerker. Dus de organisatie van projecten en hoe dat opgezet wordt, wat daarvoor nodig is. Daar heb ik gedeeltelijk ervaring mee in mijn werk. Ik denk dat mijn studie inhoudelijk, ik heb zo mijn twijfels in hoeverre die heel veel waarde heeft als ik daar ben. Maar goed, je weet het nooit. Dus ik zou zeggen dat ik wel een redelijke basis heb. Maar ja, uiteindelijk is het in het begin natuurlijk toch
kijken hoe het daar gedaan wordt. Want alleen omdat ik daarheen kom om te helpen, betekent natuurlijk niet dat ik weet hoe het beste kan. Ze hebben daar ongetwijfeld heel veel ervaring. En ze zijn daar ook niet dom. Nee, dat is zeker. Maar het interessante is, denk ik in het algemeen, zeker als je een universitaire studie hebt, het is ook, ik heb zelf gymnasium gehad en daarvan zeggen we, ja, wat moet je nou met gymnasium? Nee, het is een algemene vorming, ja. Maar die is zo breed en zo fundamenteel dat je eigenlijk op alle terreinen inzetbaar bent. En dat geldt dan denk ik voor jou ook. Je hebt algemene sociale wetenschappen gedaan en dus je bent heel sociaal ingesteld. En dan is het ook echt gewoon ter plekke kijken. Het zou ook helemaal niet goed zijn, denk ik, als je met een paar ideeën hebt. Oh, dat ga ik doen. Nou, ik weet, dat kan je al voorspellen. Dat gaat zo waarschijnlijk helemaal anders. Ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja, mooi. De organisatie Fidesco, heb je andere mensen leren kennen? Hoe zit die organisatie hier in Nederland in elkaar? Kun je daar iets van zeggen? Ik heb een aantal weekenden al gehad van de organisatie ter voorbereiding. En ik zou zeggen dat de kern van de organisatie zich in Frankrijk bevindt. Ze hebben volgens mij in Parijs het kantoor. Daar zijn een heel aantal medewerkers fulltime in dienst om de organisatie draaiend te houden. In Nederland en andere landen in Europa zoals Portugal, Oostenrijk, Duitsland en ook in de Verenigde Staten overigens is het meer dat vrijwilligers zich ontzettend hard inzetten om daarmee bezig te zijn. En het is een hele fijne organisatie, zou ik zeggen. Heel fijne communicatie en ook de inhoud, het meedenken, het meehelpen, waardoor je wel met veel vertrouwen op reis kan gaan. En die mensen, die zijn net als jij ook erg religieus, christelijk, of misschien wel katholiek geïnspireerd? Ja, in principe, ik weet het niet 100% zeker, maar het grootste gedeelte van de medewerkers, van de vrijwilligers, behoort bij de Emmanuel-gemeenschap, volgens mij. Of is althans in elk geval wel katholiek, ja. Ja, en die gemeenschap is in Frankrijk ontstaan, dus dat is logisch dat ook in Frankrijk dan de basis is. Ja. Ja, dat is heel mooi. Bogota, Colombia. Ik lees hier Oasis Fundatio. Ja, zo heet het buurthuis. Dat is de naam van het buurthuis. Ja, het kost natuurlijk ook geld. Betaalt Fidesco alles of hoe gaat dat? Fidesco wordt voor een deel gesponsord door de Franse overheid. Die draagt bij, de Franse overheid. En verder is het voornamelijk, ik geloof, 80% afhankelijk van sponsoren. Die vrijwilligers zoals ik, mensen die op missie gaan, sponsoren om ervoor te zorgen dat de kosten worden gedekt. Zijn het dan sponsoren die Fidesco in het algemeen steunen? Ik kan me voorstellen. En zijn er ook sponsoren die persoonlijk, juist die persoon, en er zijn sponsoren die dan Romy gaan sponsoren? Ja, precies. Ja, dat is inderdaad waar. Je kunt voor een specifiek persoon, een specifiek project, giften doneren. En je kunt dan dus aangeven van, stel je geeft geld, ik geef het geld aan deze Fidesco-vrijwilliger die dan in dat land bij dat project werkzaam is. En wanneer je dat doet, krijg je ook elke 3 maanden een update, een brief die ik in dit geval dan schrijf over hoe het dan dus gaat met het project. Zodat je op die manier ook echt betrokken wordt. Dus, en hoe staat het met jouw financiën? Zijn er al voldoende sponsoren die jou, als het ware, een mooie reis garanderen en verblijf daar? Want het kost 2 jaar, dat is toch weer een hele periode, dus dat kost natuurlijk toch ook wel iets. Is het allemaal al rond bij jou? Nee, was het maar zo. Dat zou wel echt mooi zijn. Het is nog niet helemaal rond, nee. Ik geloof dat gemiddeld het zo'n €17.000 per vrijwilliger kost per jaar. Dus dat bedrag heb je natuurlijk niet heel snel bij elkaar geharkt. Dus alle hulp is nog steeds welkom, ja. Dus ik mag eigenlijk luisteraars van Radio Maria ook vragen of ze jou wat willen sponsoren. Absoluut.
Absoluut, dat klinkt heel kordaat. Nou ja, je hebt hele kordate beslissingen genomen. Ja, als Radio Maria hebben we ook heel veel nodig, want het is ook een vrijwilligersorganisatie. En heel belangrijk om, we willen de katholieke stem in Nederland laten horen en de mensen in gebed verenigen. En we hebben zeker onze sponsoren nodig, maar een extra. Dus ik luisteraars, wie wil, die mag Romy Sloot sponsoren. Ik weet niet hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Nou, voor de personen die toegang hebben tot het internet is het handigst om naar de website van Fidesco te gaan. Ik geloof uit mijn hoofd dat iets is als fidesco.nl. Het is niet heel moeilijk om te vinden. En anders kun je altijd contact opnemen met Radio Maria. Want zij hebben mijn contactgegevens en op die manier kom je bij mij terecht. En vanaf daar dan lukt het sowieso. Nou, er zijn kanalen, dus dat zal wel in orde komen. Ik denk dat we eigenlijk een hele mooie route hebben. Ja, van je jeugd, je studie, je keuze. Ja, en nou de spannende toekomst. En ik kan zelf eigenlijk weer met plezier terugdenken aan de tijd dat ik ook... Ik had een baan, lesgeven op een school. Ik denk, moet ik dat altijd blijven doen? En toen trok mij ook de wereld. Ik had ook de wereldgodsdiensten bestudeerd. Bij ongeluk ben ik terechtgekomen in Nieuw-Guinea, daar in de kerk gewerkt. En dat heeft mijn leven ook een hele duidelijke lijn gegeven. Ook weer om priester te worden en naar Nederland te komen. Dus heb je nog enig idee? Heb je al na die 2 jaar, of ga je permanent verlengen? Of zeg je na 2 jaar wil ik wel weer terug en dan al plannen? Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga me 2 jaar vol inzetten. Wellicht dat het langer duurt, wellicht niet. Ik denk dat dat een kwestie is van er open in blijven staan. En ook op dat moment vragen wat God daarin verlangt. Precies, God heeft zeker plannen die over de 2 jaren heen gaan. En daar heb ik ook het volste vertrouwen in. En ik heb ook vertrouwen dat je voldoende sponsoren zult vinden. En dat komt voor elkaar. Ik zou bijna zeggen namens de luisteraars van Radio Maria, God zegen. En en als je heel veel hier inzet en geluk probeert te geven aan alle mensen daar, dan zul je zeker ook gelukkig worden. Romy, God zegen. Super bedankt. Las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi
cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de